Early at home en therapy at home zijn twee vormen van zorg waarbij we ziekenhuiszorg verplaatsen naar huis. Er is schaarste in de zorg, de beddendruk is hoog. Met deze twee toepassingen kunnen mensen eerder naar huis, waardoor je ook bedden vrij krijgt om nieuwe mensen te zien. En ondertussen kan de zorgverlener de aandacht weer geven aan andere patiënten. Early at home is ziekenhuisverplaatste zorg vanaf de afdeling naar huis met zuurstof thuis. Als die patiënt opgenomen ligt voor de internist, regelt de internist dit. Of via de longarts. En voor ieder ander specialisme geldt dat zo'n patiënt in aanmerking komt door de longarts of de internist in consult te vragen. Die beoordeelt de patiënt en zal de patiënt dan includeren voor early at home. Therapy at home is ziekenhuisverplaatste zorg met zuurstof thuis vanaf de eerste hulp. Voor therapy at home geldt dat iedere patiënt die op de eerste hulp komt met een virale luchtweginfectie en waarvoor zuurstofbehandeling nodig is, maar geen andere reden om in het ziekenhuis te zijn, dat de dokter die de patiënt dan ziet, de internist of de longarts op de eerste hulp in consult vraagt en vervolgens samen met het onderzoeksteam van therapy at home de patiënt includeert in therapy at home. Zodra een arts besloten heeft dat een patiënt in aanmerking komt voor thuismonitoring, gaat er een order via HIX uit naar ons en naar het BZU. Dan nemen wij contact op met de patiënt op de afdeling zelf nog. Wij geven voorlichting over de app en vooral hoe het in zijn werk gaat, het monitoringsproces vanaf dat moment. Goedemorgen, met u nog aan het BZU-centrum. Hoe gaat het vandaag? Als een patiënt thuis is, dan krijgt hij 3 keer per dag meldingen wat hij allemaal in kan vullen. Bijvoorbeeld je zuurstofsaturatie, maar ook je temperatuur, hoe iemand zich voelt. Dat krijgen wij allemaal binnen. Wij monitoren dat gedurende de hele dag. 'S Ochtends bellen we altijd met de patiënt, zodat we meteen echt contact hebben. En 's middags hebben wij contact met de supervisor. En dat kan de longarts zijn, de internist, maar ook de huisarts. Het grootste voordeel van de patiënt met thuismonitoren is dat ze eerder naar huis kunnen en bovendien op een veilige manier eerder naar huis kunnen.